Goedemiddag allemaal, het is nu bijna 15:15 in de middag. Het is nu 12 mei 2018, ja het gaat hard. Dit moet ik nog even opruimen wat hier al in beeld hangt. Ja, ik ben even bezig met mijn administratie. Ik heb weer meester slash Roderick aan de telefoon, meester Roderick. Voor de kleintjes die ook meekijken. Dus ja, ik ben even lekker bezig. En er is ook alweer een bal kapot. Die heb ik ook gefilmd met mijn mobiel. Dus die komt ook ergens weer online met de dierenvlog. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier gewenst. We nemen jullie morgen gezellig mee. Weer gezellig, ja. Naar de hondenmeeting naar Alphen aan de Rijn. Ja, daar gaan we dus morgen naartoe. Dus gezellig. En dat wordt weer een drukke boel. Want er komen ook iemand met 5 honden vanuit België. Ja. Ik heb 2 honden. Mijn vriendin Felicia heeft 2 honden. En ja, en dan nog meerdere hebben 2 honden, et cetera. En dan iemand nu uit Honselserdijk heeft volgens mij ook 2 of 1. Ja, 2 honden volgens mij. Dus ook weer een vriendin van mij. Yep. En dan volgens mij eentje uit Noord-Holland. Ja, gaat gezellig. Dus we hebben aardig wat mensen. Dus even kijken hoeveel mensen. Moet ik even kijken hoor. Moet ik eventjes op mijn computer doen. Want ik kan het wel op mijn telefoon doen, maar die gaat niet altijd heel netjes, hoe heet dat? Heel netjes updaten en op mijn pc wel, dus dan doe ik het lekker op mijn pc. En heb ik ook nog zometeen een vraag aan jullie, misschien dat jullie het weten. Eens even kijken hoeveel mensen er komen. Even kijken, hier staan 41 gaan. Even kijken wat er op mijn telefoon staat. Ook leuk. Ja, moet ik hem even zo houden. En weer wazig. Niet handig wazig, hè? Nee, daar kijken mensen niet meer. Nee. Eens even kijken. De Husky groep. Ja. Oh ja, dat hebben jullie ook al gezien. En mijn nieuwe hoodie hebben jullie ook al gezien vanzelf. Ja, evenementen. Even kijken, voor morgen, omheind, 13 mei, ja, 41 aanwezig, ja, 58 gaan we misschien, en 1227 zijn uitgenodigd, ja, dus we gaan het zien wie er allemaal gaan, ja. Nou, ik heb er zin in, en ik hoop jullie ook dat jullie het hier al na deze vlog weer gaan zien, ja. Ik heb net eventjes lekker op bed gelegen, want mijn rug die deed weer een beetje pijn. Maakt niet uit. Ik heb nou Roderick aan de telefoon. Ja. Dus we zijn gisteren naar de Jumbo geweest. Gisteren hebben we weer wat gehaald. Yep. Ik ben vandaag ook weer even naar de winkel geweest. Ik heb ook weer het een en het ander gehad. Ik zal laat het even jullie zien. Neem Roderick ook even gezellig mee. Ja, nou de bal die hebben jullie kunnen zien. En die komt in de dierenvlog. Ja. Ik heb namelijk... Dat is dus namelijk wel voor mensen die lactose hebben. Deze. Ik dacht eerst van het smaakt totaal al niet. Maar mag er niet meer liggen. Ik moet het ook niet meer bedenken. Ik moet het gewoon gaan proeven. En deze. En ik had ook de vanille. En die heb ik op. Maar wat ik dan wel wil adviseren. Of doe de bessen in. Maar ik vind bessen niet lekker. Paarse bessen. Maar ik heb muesli of crunchy erin gedaan. Ja. En Roderick die vroeg wat aan mij. Of ik wat wou halen. Want Miepie Hiro die had wat kapot gemaakt aan zijn fiets. Maar ja. Meneer die heeft zoiets. Maar ze kan wel luisteren. Nee, ze mag toch dat niet. En je kan niet. En niet een hond van 7 maanden even wachten. En dat is nog alles kan gaan doen. Nee. Een bel. Ja. Kijk. Hij doet het ook goed. Ja, dan had ik nog wat, maar dat zit waarschijnlijk weer in de keuken. En ik moet ook nog het afwas doen. Bleh, helemaal geen zin in. Maar het zou wel moeten. Ja, anders komen we er niet. Nee. Kijk, rook dit en dit heet vloggen. Gewoon doen wat je gaat zeggen, wat je eigenlijk gaat doen. Ja, precies. Alleen daar heeft Roderick nog een beetje moeite mee. Ja, want hij staat liever achter de camera en niet voor de camera. Nee. Dan vindt hij eigenlijk helemaal niks. Maar dan ben ik niet uit, geeft niet. Ik had dus namelijk, en bij de Kruidvat had ik gel gekocht. Het is leuk gel. Maar ik heb nou ook wat anders. Ik heb bij de Action heb ik deze gekocht. Even kijken of jullie het kunnen zien. Ja. En ik heb dan Fibergel gekocht. Kijk. Dus even kijken hoe dat gaat. En dan kom ik daar snel mogelijk weer op terug. Nou, Roderick is dus nu op dit moment bij de Jumbo. Ja, bij de Jumbo. En waar ben je nu? En bij de Jumbo? Bij de vleeswarenproducten. Hij is dus nu en bij de vleeswarenproducten. Dan gaat hij even kijken wat hij weer mee kan nemen. Gratis en voor niks. En als hij bij mij is, mag hij even op boodschap, laat ik jullie zien wat hij allemaal heeft gehaald. Dus ik zou zeggen, dat zien jullie straks wel als hij hier al is. Dan laat hij dat even zien aan jullie. Ja, en misschien kunnen jullie mij helpen, want ik ben een beetje inspiratieloos qua vloggen. Ik heb ook, ja, ik wil wel, maar ja, ik vind het heel moeilijk om eigenlijk de camera te pakken. Ik weet niet meer waar ik het over moet hebben. Het is continu hetzelfde ritueel, eigenlijk. Als we geld hebben, dan gaan we weg. Anders dan blijven we thuis. En het is continu was aankleden, honden uitlaten, bla 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 bla. Post sorteren, ga zo maar door. En ik weet, jullie willen weten hoe met knutselen. Dus moet ik ook even wat gaan kijken van hoe ik dat een beetje in elkaar ga bouwen. Hier achter mij dan. Maar ja, weet je, daar moet je wel je moed voor hebben. Dus ja, ik weet niet hoe jullie daarmee strubbelen. Of dat jullie dat ook al een keertje hebben gehad. Een beetje een down gevoel met vloggen. Dat komt niet en door de dislikes, totaal niet. Maar ik ben ook gewoon, ja, gewoon eventjes een tijdje uit de running geweest. Zoals met mijn rug, ja, het druk hebben, gewoon heel veel moe zijn door het pijn in je rug. Wat jullie wel hebben kunnen zien en dat ik dus de spit heb gehad. Dus ja, dan, en dan zit je ook nu van wat mag je wel en niet filmen buiten. In verband met de privacywetgeving die er nou heerst. Waar moet je allemaal op letten, et cetera. Dus ja, en ik ben eigenlijk van, ja, weet je, je loopt over straat, dan heb je lekker pech. Maar ja, dan denk je er toch wel weer over na van, ja, weet je, misschien willen mensen dan toch er niet op. Krijg je een bekeuring, kan je er, ja, ga zo maar door. Wat mag wel, wat mag niet? En wat zouden jullie leuk vinden om te kunnen zien van mijn leven? Ja, ik ga niet vloggen onder een douche. Dat sowieso niet. Ja, hè? Wat willen jullie zien en van Roderick zijn leven? Ja, wij hebben maar één camera. Dus ja, en alles wat wel op mijn kanaal gepubliceerd, om het zo maar te zeggen. Dus ja, dus... ja, wat willen jullie zien van Roderick zijn leven en van mijn leven? En kan ik mensen nog tips geven omtrent de heupgordels en honden? Want ja, ik train ze wel zelf. Dus misschien dat ik dan eens een keertje op huisbezoek misschien kan komen. Ja, hè? Dat soort dingen. Je kan me altijd een privébericht sturen. En dat is mijn moeder, trouwens. Want ik heb een video gemaakt net van de honden. Van dat ze dus, want ik heb zo'n schel buiten staan en daar heb ik water in gedaan. Daar heb ik net koekjes in gedaan. Dat vonden ze wel leuk. Dus ik zal even kijken wat mijn moeder te zeggen heeft. En hij deed het even niet. Ah, kijk, helemaal mijn hele verhaal opnieuw doen. Ah, voor 2 jaar terug. Toen zag ik bij iemand ook zo'n ding in de tuin staan. Ja. En toen vroeg ik, ik zeg, waar heb u dat vandaan? Ik zeg, want ik ken zijn eigen vender, die badjes. Ze zegt, nou, ze zegt, van de zolder. Ik zeg, nou, ik zeg, hij ziet er prachtig mooi uit nog. Ze is zo goed als nieuw. Dus ik dacht dat u een flink nieuw gekocht had. Daarom mijn vraag. Dus nee, ze zegt, verzolder ze dat ding niet zo 20 jaar oud. Ik zeg, zo dan. Ik zeg, nou, dan ziet hij er inderdaad nog picobello eruit. Maar die mensen die gooien er iedere avond een zeil eroverheen. En met het opruimen voor de winter, dan gooien ze hem leeg, maken ze hem schoon. En dan doen ze er een speciaal spulletje overheen, zodat er geen barsten gaan ontstaan. Dat is wat Spiegelbellen, keurig netjes, ook qua kleur, in orde. Niet uitgeblikt door de zon, niks. Nou, dan ga ik eventjes en mijn moeder even beantwoorden, ja. Ja, dat kan. Maar deze schelp heb ik vorig jaar aan bij de Action vandaan, ja. En die hebben ze nu ook weer in het roze dan hier ook, maar ik hou er niet van roze. Lekker blauw. Maar blauw is ook niet mijn lievelingskleur meer. Wel van mijn zus overigens. Ja. Maar oké, als het nog goed is. En deze kostte vorig jaar en dan nu ook weer iets van 5 nog wat. Maar een hondenzwembad nu bij de Action, die kost €15, €14,99. Nou, die ga ik niet halen als ik zo'n schelp kan kopen. Ja toch, niet dan. Dus ja, anyway, even om op mijn verhaal terug te komen. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen en met tips en tricks. En ga zomaar door. En dan zal ik even binnenkort eens eventjes een knutselvideo opnemen. Roderick is er en hij heeft aardig wat mee kunnen nemen bij de Jum. Jum. Zeker. Lekker. En wat zit je haar leuk? Is dat zo? Zit dan door de bakken op mij. Even kijken, wat hebben we hier? Melk en fruit, mag je lekker zelf houden. Melk en fruit. Kom eens even hier, want nou ging ik eventjes tegen de melk en fruit. Dit is aardbeikerst. Pivot, speciaal voor jou. Die moet je nog helemaal zien. Nee, die vind ik vies. Nee, weet ik hem wel. Dat is van bij sinaasappel. Ja, pivot alsjeblieft. Goedemorgen. Nee, is vies. Jij lust ook wel eens dingen niet, ja? Niet zo'n ouwe hoeren. Ik heb een aantal. Dat is fijn. Echt niks anders? Haakje voor mij. Ik zat alles te controleren. Vlak voor jou? Voor mijn neus. Oh. Echt vlak voor mijn neus. Alles controleren. Gezellig, toch? Nou, dat heeft dus Roderick mee kunnen sprokkelen. Wat ga je eten vanavond? Hey. Ik denk even iets simpels. Een eitje of zo. Doe je goed? Lekker een eitje. Even erbij. En heb je zin in morgen en heb je zin in maandag? Morgen, het is lekker lopen met de hondjes op het speelveld omheen. Oh ja, het is lekker loslopen, weet ik wat, met elkaar. Oh ja, en heel veel hondjes. Heel veel hondjes, van allemaal hetzelfde merk aan type bijna. En maandag? Is het weer? Is het weer schooltijd? Schooltijd. Yeah. Ja. Precies. Heb je er zin in, school? Ja, heel mooi. Ik heb al muntjes verzameld voor de beloningsmuntjes. En je zou de kinderen dingen laten vragen aan jou en jij ook weer aan de kinderen? Ja, dan moet ik wel een beetje orde zijn, anders helpt het. Nee, juist wel, juist wel. Ook juist van joh, meester wil dingen vragen aan jullie en jullie mogen ook dingen vragen aan meester. Tuurlijk, alleen met pintbodem niet. Ah, grapje. Mag ik vragen, maar dan krijg je geen antwoord. Nee. Prima. Oh, goed geregeld. Nee, maar helemaal gewoon vanaf van, joh, ik wil jullie wat vertellen. Meester die vlogt samen met juf Karin. Ja. En willen jullie haar YouTube-kanaal? Nou, dan schrijf dat eventjes op het bord. Dan kunnen ze het gewoon even zelf opzoeken of wat dan ook. En dan kun je altijd weer ook aan hun vragen van waar wij het over moeten hebben, ja toch? Ja, goed plan. Ja, hallo allemaal. Ik wil jullie onwijs bedanken dat jullie weer hebben gekeken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Of een roze duimpje, of een rood duimpje, of een groen duimpje. Of weet ik veel wat voor kleur jij je duimpje geeft. Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hieronder. Het is gratis. Alleen eventjes gewoon registreren. Dat is het enigste. Je hoeft niks te betalen, helemaal niks. En vergeet niet een reactie achter te laten. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Hey, mazzel, doei!